tonight. You should see me in a crowd. I'm gonna win, there's nothing to hell. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. Dag dames en heren, mijn naam is Evert ten Apel en we trappen zo af voor een wedstrijd in de FUT Champions Weekend League. Naast mij, zoals altijd, Jury Mulder. Ja, die verheugt zich hoor op deze wedstrijd. Ja, het is geen straf om de thuisploeg aan het werk te zien. Ze verkeren in een uitstekende vorm. Ze kunnen vandaag een belangrijke stap omhoog zetten in het klassement. Maar dan moeten ze wel goed voor de dag komen. Pogba! Het schot wordt geblokt voordat de bal het doel kan bereiken. Abdoulaye Doucouré. N'Golo Kanté. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Uitstekend geplaatst. Riyad Mahrez. Daar komt hem. Gaan ze hier de leiding nemen? De Bruyne kiest voor de lange van. Van Dijk! De Gea voorkomt een doelpunt. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. Gevaarlijk hoor, deze ingooi. De Bruyne. De bal is nog aangeraakt. Inworp. Alexander Arnold. Casimiro. Kevin de Bruyne. Pogba! Ja, natuurlijk. Hij gaat dan wel net naast, maar het is toch een prima poging. Je moet het gewoon proberen, want je ziet hoe dicht ze hier bij het doelpunt zijn. Riyad Mahrez. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De bal komt in het strafschopgebied. Tja, zo goed was hij ook weer niet. Alexander Arnold. Paul Pogba. Riyad Mahrez. Willian. De Bruyne. De bal gaat via de paal binnen. En dat was de eerste. Aguero. Number 7, Kevin De Bruyne. Aguero is de belangrijkste aanvaller. Fabinho. N'Golo Kanté. Ze bouwen rustig op, loerend op een opening. Daar komt de gelijkmaker, denk ik. Dat schot scheert de lat. Ja, waarom zou je het niet proberen, hè? Van die afstand? Prima trap. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Eden Hazard. Sergio Aguero. Publiekslieveling Rivaldo aan de bal. Hazard. Hazard moet scoren. De keeper grijpt. Ja hoor, Kun Aguero.
Ik heb geen idee wat er mis is met die keeper, maar hij stond niet waar hij moest staan. Nee, ik vraag me af wat hij daar nou staat te doen. De speler die krijgt een presenteerblaadje zo. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Georgino Wijnaldum. Riyad Mahrez. Pogba. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Dat moet een doelpunt zijn voor Mahrez. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Zo zal die keeper de ballen graag hebben, Juri. Nou, die kopbal die had jij misschien ook wel gepakt, even. Hoewel jij was scheidsrechter. De Bruyne. Uitstekend gedaan, hoor, keeper. N'Golo Kanté. Rivaldo, de beroemde Braziliaan. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Poging van Agüero. De poging was aardig, maar de redding van de doelman mag er ook zijn. Hij heeft de bal klemvast. Kevin de Bruyne. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Fabinho. Dat lijkt een prima steekpaas. Eden Hazard, die legt de bal terug. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Mahrez kiest voor de lange variant. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Sergio Agüero. Poging van Agüero. Fabinho. En nu doorgaan. Hij gaat tegen het aluminium. Het doel staat te trillen. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Riyad Mahrez. Dat was op het tippetje. Die voorsprong die komt vanzelf. Wat een steekbal van Willian. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Carvajal. Riyad Mahrez. Sergio Agüero. En in een interessante positie ten opzichte van het doel. Dat moet de voorsprong zijn. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Willian. Die komt de bal zelf maar ophalen. Duidelijk ontevreden over de aanvoer. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Paul Pogba. Wijnaldum. Wat een knal zeg. Schitterend doelpunt. Ja, precies goed geraakt. Dan krijgt die bal zoveel snelheid mee dat je als keeper kansloos bent. Daar ligt die keeper vanavond nog wakker van, denk ik. Wat een pegel. Hij haalt vernietigend uit van grote afstand. Wat een schitterende goal. Wat een geweldige goal. Hij zag de ruimte net buiten het strafschopgebied. En hij raakt hem echt fantastisch. Wat een schitterend schot van afstand. Hij ramt de bal het doel in. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Georgino Wijnaldum. Hij weet die paas te onderscheppen. Met veel gevoel gegeven door Agüero. Komt dat schot? Ja, dat is het. Ja, daar waren ze totaal niet bij de les. Eerst zelf scoren en dan meteen een tegendoelpunt te horen krijgen. Duidelijk een gebrek aan concentratie. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Ah, geweldige techniek. De stand is weer gelijk. Een fantastische wedstrijd. Varane. Casimiro. Kevin de Bruyne. Pogba. Deze had vast iets heel moois in gedachten. Maar dit schot is echt iets om heel snel te vergeten, lijkt me. Ja, die bal die komt niet eens in de buurt van het doel. Met dit soort afzwaaiers maak je de tegenstander erg makkelijk. Casimiro. Paul Pogba. Probeert het.
En de keeper heeft hem zonder problemen. Oh, wat een blunder. Pogba. Zo, klem vast die bal. Goeie redding hoor van de keeper. De 22 spelers staan weer op het veld. We gaan beginnen aan de tweede helft. En Juri, goal. Vrije trap. N'Golo Kanté. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Riyad Mahrez. Oh! En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. Mahrez kiest voor Nacho Fernandez. De keeper krijgt er nog een handje achter. Uitstekend ingekopt hoor. Nou ja, het antwoord van de keeper is zo mogelijk nog indrukwekkender. Fraaie paas over de breedte. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Wat een ruimte daar aan de zijkant voor Carvajal. De tegenstander stoort vroeg. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Juri. Ja, zijn doelpunt vlak voor rust heeft het aanzien van deze wedstrijd volledig veranderd. Hè? Dit kan nog een geweldige tweede helft worden. Ik vind het hier een goede wedstrijd geworden. De keeper weet de bal weg te boksen. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Jordi Alba. Een zee van ruimte voor Alba op de flank. Varane. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Dan zal nu de voorzet komen. Kevin de Bruyne. Jorginho. Uitstekend gedaan hoor, keeper. Speler krijgt de bal weer terug. Komt daar de voorsprong aan? Je zou denken van wel. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Oh, dit kan een kans worden. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Paul Pogba. Pogba! Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. Kevin de Bruyne. Bal op de paal en uit. Sergio Aguero. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Riyad Mahrez. Prima onderschepping daar. Indrukwekkend hoor, dat paasje. Riyad Mahrez. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Wie pikt hem op? Daar liggen countermogelijkheden. En dat betekent het einde van deze counter. Jordi Alba. Eden Hazard. Die snijdt naar binnen. Op dit niveau mag je toch verwachten dat ze een bal in de voeten van een medespeler kunnen schuiven. Nu moeten ze counteren. Paul Pogba. Willian. Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. Riyad, daar is het schot. Deze had vast iets heel moois in gedachten, maar dit schot. Het is echt iets om heel snel te vergeten, lijkt me. Ja, die bal die komt niet eens in de buurt van het doel. Met dit soort afzwaaiers maak je de tegenstander erg makkelijk. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed.
Sommige scheidsrechters zien het. De Bruyne. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. De Bruyne brengt de bal voor het doel. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat. Vrije trap toegekend. Hazard. Jordi Alba. Hij weet die paas te onderscheppen. De bal gaat breed. Pogba staat bij de tweede paal. Die voorzet is voor de keeper. Hij zag de bal al aankomen. Alex Telles. Dat paasje biedt mogelijkheden. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Volgens mij trapte die spits half over de bal heen. Riyad Mahrez. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. N'Golo Kanté. Alex Telles. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. En de tijd dendert voort. We hebben nog maar 8 minuten. Die is er vandoor. Dit is een lekkere pas hoor. Doelpunt! Goeiedag zeg, dat lijkt me de beslissing in deze wedstrijd. Geweldig moment om te scoren zo vlak voor tijd. Dat mogen ze nu niet meer weggeven. Aguero. Nummer 76. Riyad Mahrez. Casimiro. Van Dijk. Pogba. Met veel gevoel gegeven op Pogba. William. Die voorzet is bestemd voor de Bruyne bij de tweede paal. Hoekschop. Een mogelijkheid om de score te vergroten. De Bruyne kiest voor de lange variant. Hij werkt de bal weg en het gevaar is voorbij nu. Er staan nog maar 3 minuten op de klok. Goed gedaan hoor. Je moet ze nu ook niet laten scoren. Fijn paasje. Kijk eens wat een mooi steekballetje. Riyad Mahrez. Een juweel van het doelpunt. Ja, maak er nog maar één. Waarom niet? Dit doelpunt kwam op een presenteerblaadje hoor. Dat kun je wel zeggen, Evert. Doel is leeg. Nou, dan zou het een knappere prestatie zijn geweest om die bal niet binnen te leggen. Er komen 3 minuten blessuretijd bij. Riyad Mahrez. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Riyad Mahrez. Hij verliest de bal. Dankzij het vriend. Riyad Mahrez. Willian. De Bruyne. De bal gaat via de paal binnen.
Dames en heren, hallo. Fijn dat u erbij bent. Ik ben Evert ten Apel. En ook vandaag word ik weer bijgestaan door Jurie Mulder. Ja. Dag dames en heren, mijn naam is Evert ten Apel en we trappen af voor een wedstrijd in de FUT Champions Weekend League. Naast mij zit zoals altijd Jurie Mulder en die verheugt zich hoor op deze wedstrijd. Ja, dit is een mooi toernooi met een sterk deelnemersveld. Hè? Hopelijk krijgen we zo ook een mooie wedstrijd voorgeschoteld tussen twee teams die het publiek willen vermaken. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. Dit elftal speelt 4-3-3, dat is jou niet vreemd hè? Nee, voor een centrumspit. Sterling. Schietkans van dichtbij. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op hoeven wachten. U zal de tegenstander moeten komen, Evert. Hij zal blij zijn met zo'n schitterend doelpunt, toch? Ja, zeker. Zijn dag kan niet een stuk. En dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd. Kevin De Bruyne, Casimiro, Jorginho Wijnaldum. De ruimte is klein, dus spelen ze... De Bruyne! Sterling. De Bruyne. Knap voorover de bal daar op het middenveld. Fabinho, Sterling, Paul Pogba. Uitstekend geplaatst. Die is voor mij, denkt Thiago Silva. Kevin De Bruyne. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij is er door. Hij mist. Jongen, die had er wat mij betreft wel ingemogen van die afstand. Ja, veel grotere kansen ga je vandaag niet krijgen, Evert. Dat had de gelijkmaker moeten zijn, vrij voor de keeper. Fabinho. Douglas Costa. Amateuristisch gespeeld. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor te doen. Fabinho. Fernandinho. Willian. De Bruyne. Jorginho Wijnaldum. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Hij gaat de bal zelf halen en laat zich ver terugzakken. Alex Telles. Fernandinho. Fabinho. Alexander Arnold. De Bruyne, Riyad Mahrez. Dat is een uitstekend paasje, Willian. De keeper redt op fenomenale wijze. Over de achterlijn, hoekschop. De Bruyne kiest voor de lange variant. Het gevaar wordt afgeslagen. Hij blokt de bal, de keeper hoeft er niet aan te komen. En corner. De Bruyne brengt de bal. Van Dijk. De bal gaat naast. Thiago Silva, Fabinho, Fernandinho, Jorginho Wijnaldum.
Paul Pogba. Riyad Mahrez. Doelpoging. Willian, die zit erin. Geen blinde knal op doel, maar een technisch verfijnd schot. Ja, dat leidt tot een doelpunt. Ja, heel mooi schot. En vooral dat hij geplaatst was, dat is geweldig. Hij weet die paas te onderscheppen. Casemiro! En de keeper heeft hem zonder problemen. Anderson Talisca. Die gaat uit, het is een inworp. Casemiro. Giorgino Wijnaldum. Kevin De Bruyne. De Bruyne met een mooie beweging. Hij laat de tegenstander. Pogba! Die zit erin. Netjes gedaan, onder in de hoek. Uitstekende aanname en meteen in de hoek prikken. Goed gedaan. Geen spoortje twijfel te zien bij dat schot. Wat een magnifieke goal. Ja, dat is een schitterende volley, Evert. Niet nadenken, gewoon uithalen. Geweldig. Sterling. Douglas Costa. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. De Bruyne. Giorgino Wijnaldum. Fernandinho. Anderson Talisca. Douglas Costa. Dat ziet er goed uit. Een super redding hoor, voor de keeper. Corner en wellicht een kans om wat te doen aan de stand. De bal wordt in de 16 gebracht. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Gabriel Jesus. Hij verliest de bal. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Als je een beetje nauwkeurig bent, speel je zo'n counter uit. Nu is het balbezit. Gabriel Jesus. Zo, daar hebben ze even buiten de flitsende reacties van die keeper gerekend. Prima gereageerd. Ja, hij blijft rustig in dat 1 tegen 1 duel. En komt goed uit de strijd tevoorschijn. Klasse gekiept. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Sterling. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Riyad Mahrez. Giorgino Wijnaldum. Kevin De Bruyne. Goed gedaan van de doelman. Niet meer dan 2 minuten blessuretijd. Anderson Talisca. Alisson. Douglas Costa. De bal vertrekt van de schoen. Doelpunt. De wedstrijd is weer in evenwicht. Het zou me niet verbazen als ze er nu overheen gaan. En zo is het weer gelijk. De stand is weer gelijk. Een fantastische wedstrijd. Goal for the visitor. Willian. Number 11, Douglas Costa. We gaan rusten met 2-2. Ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Jury. Ja, hij heeft zijn doelpuntje al gemaakt en daar zal hij blij mee zijn. Maar mij zal het niet verbazen dat hij in de tweede helft misschien wel de winnende treffer maakt.
We maken ons op voor de tweede helft van deze wedstrijd in de FUT Champions Weekend League. Nou, hopelijk gaan beide ploegen er vol voor en krijgen we goed voetbal te zien. Daar is het balbezit. En nu? Hij is dicht bij de goal. Maakt hij het af? Fijne bal hoor van Douglas Costa. Bal op de paal en terug het veld in. Die bal gaat er niet in, want de keeper wordt daar gered door het houtwerk. Ongelooflijk zeg, ik telde hem al. Sterling. Wat een geweldige duik zeg. Haha, hoe doet hij het? De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Paul Pogba. Willian. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Douglas Costa. Anderson Talisca. Dit wordt spannend. Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Dat is dé kans op een voorsprong. Nou, dat ging maar net goed. Wel, als je te laat bent met zo'n actie, heb je de speler in plaats van de bal te pakken. En dan weet je wat er gaat gebeuren, Juri. Ja, dan gaat de bal op de stip. De keeper stormde op hem af en de redding was oké. Het is altijd een gok natuurlijk om eruit te komen, maar hij had de bal wel. Dat paasje biedt mogelijkheden. Gered, maar de bal is nog niet weg. Goede kans om de bal naar het midden te krijgen. Anderson Talisca. Ze hadden zomaar op achterstand kunnen staan, ja. Maar ja, weergaloos keeperswerk stak daar een stokje voor. Giorgino Wijnaldum met gevoel gegeven. Fraai gestoken daar die bal. Die legt hem terug. Willian, die zit erin. Als het doel zo leeg is, is scoren een fluitje van de cent. Ja, als je deze kans had gemist, dan waren ook die beelden de hele wereld over gegaan, denk ik. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Varane. Van Dijk. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Ze mogen een vrije trap nemen. Ze kiezen een korte oplossing. Daar hoeft hij niet veel voor te doen, slordig gespeeld. Over de vleugel gepaast en hij vindt zijn man. Gabriel Jesus. Dan schiet hij. Doelpunt. De wedstrijd is... Het zou me niet verbazen als ze nu overeen gaan. Spectaculaire wedstrijd toch. Ze staan weer gelijk. De stand is weer gelijk. Een fantastische wedstrijd. Kevin de Bruyne. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Er is een ingooi.
Kyle Walker. Mbaye Niang. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Mbaye Niang. Niang. Corner en iedereen gaat op zijn positie staan. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Mbaye Niang. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Die bal wordt onderschept. Ze krijgen een ingooi. Carvajal. Paul Pogba. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Kevin De Bruyne. De voorzet komt van de voet van Kevin De Bruyne. Ik denk niet dat dit de bedoeling was, Jury. Het lijkt wel een vuurpijl. Ja, hij komt niet eens op het doel, Evert. Fernandinho. Wat gaan ze nog doen in deze laatste minuten? Of eindigt deze wedstrijd in een gelijkspel? Of zit er mogelijk nog iets in het vat? Gaan ze hier de leiding nemen? Oh, 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 wat een geweldige redding op die inzet van dichtbij. Ik dacht even dat de wedstrijd beslist was, maar de keeper stond in de weg. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? De Bruyne. De Bruyne. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. Daar gaat hij. Doelpunt. Dat.
Dag dames en heren, welkom bij deze wedstrijd in de FUT Champions Weekend League. Ik ben even te Napel en vandaag word ik verder gezeld door Jurie Mulder. Jurie, wat mogen we verwachten vandaag? Ik zou vooral op de thuisploeg letten, Evert. Ja, die draaien goed hoor de laatste tijd. Het elftal steekt logisch in elkaar en ja, kijk die spelers zijn. Ze zijn allemaal goede spelers, hè. Dus als ze vandaag weer dat kunnen brengen wat ze normaal kunnen brengen en ze winnen, dan stijgen ze het klassement. En dit is de formatie waarin de... Keita! Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Giorgino Wijnaldum. Casimiro. Willian. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Nee, daar wordt een stokje volgestoken. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Heung-min Son. Keita. Zo, is dat even een belangrijke verdedigende ingreep. Ik telde hem al. Ja, als die bal niet werd geblokkeerd, was hij er zeker in gegaan. Ja, goede verdedigende actie. Henrik Mkhitaryan. Mogelijk een goede kans hier. De keeper pakt de bal simpel op. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Gevaarlijke voorzet naar de tweede paal. Nee, de voorzet komt toch niet aan. Casimiro. Net op tijd onderschept. Mateo Kovacic. Hij heeft de bal terug en kan nu een voorzet geven. Pogba. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Riyad Mahrez. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Giorgino Wijnaldum. Kevin de Bruyne. Paul Pogba. Een schot van afstand. Deze had vast iets heel... ...moois in gedachten, maar dit schot is echt iets om heel snel te vergeten, lijkt me. Ja, die bal die komt niet eens in de buurt van het doel. Met dit soort afzwaaiers maak je de tegenstander erg makkelijk. Son. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Die paas wordt onderschept. Willian. Dat moet de voorsprong zijn. De ploeg richt zich op de corner. Ingreep door de keeper. Willian brengt de bal in het 16 meter gebied. Ik had meer verwacht van deze aanval. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. De tegenstander heeft zich gehergroepeerd. Daar had meer in gezeten. Keita. Prachtig gespeeld. Heung-min Son. Voorzet komt daar bij de tweede paal. De bal wordt voorgegeven, maar daar is niemand. Henrik Mc... schiet kans van dichtbij. En de bal gaat erin. Heel goed gedaan, hoor. Ja, en hiermee staan ze voor. Ja, de wedstrijd is nog niet gespeeld. Maar de tegenstander moet nu wel met een antwoord komen, Evert. Riyad Mahrez. Giorgino Wijnaldum. Alexander Arnold. En het spel gaat weer de andere kant op. Brengt de bal terug in de ploeg. Willian. Amateuristisch gespeeld. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor. Pogba! Goed gekiept door van deze man. Hij tikt hem over de lat. Dat is een hoekschop. Varane! Goeie kopbal die er zeker in leek te gaan. Maar de keeper redt knap. Willian. Wie weet levert dit een kans op. Daar komt de kans op de gelijkmaker.
De bal is weggewerkt. Dat was een heel aardige kans. Mateo Kovacic. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Bal voor het doel. Heung-min Son. Nee, daar gaat het balbezit. En meteen weer druk zetten. Laat de verdedigers achter zich. Schot gelost. Gepakt door de keeper. De Bruyne. Dat zag er heel gevaarlijk uit, maar de steekpas wordt tijdig onderschept. Kevin De Bruyne. Casimiro. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Nabij Keita. Nu voorzetten. Die paas wordt onderschept. Willian. Daar komt de voorzet bij de eerste paal. De keeper weet de bal. Keita. Uitgelezen kans om te scoren. De keeper redt. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Keita. Willian. Hij gaat binnen door en dat kan gevaarlijk worden. Lacazette. Onderkant lat en zo het doel in. Prachtig gezicht hoe de bal via de onderkant van de lat in het net verdwijnt. Een voltreffer noemen we dat. Ik dacht even dat hij aan de andere kant van de lijn eruit zou stuiten. Hij is er toch lekker in. We krijgen slechts 2 minuten extra tijd. Met de bal in een positie die gevaar kan opleveren. Willian. Paul Pogba. Het schot wordt gestuurd door de verdediger. Son. Die bal is een prooi voor de tegenstander. De stand is 2. De 22 spelers staan weer op het veld. We gaan beginnen aan de tweede helft. En Jury, we hopen op spektakel. Ja, de winnaar van dit duel doet goede zaken in de FIFA Champions Weekend League. De bal loopt over de achterlijn, hoekschop dus. Willian brengt de bal in het 16 meter gebied. Keita. Lacazette. Een juweeltje dit schot. Hij probeert het met een geplaatst schot van afstand, maar het vizier staat duidelijk niet op scherp. Nee, hij raakt die bal helemaal verkeerd. Snel vergeten dit flutschot. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jury. Ja, hij speelt zeker niet slecht en zijn inspanningen werden beloond met een treffer en een verdiende voorsprong dus. Bal weer terug. Kevin De Bruyne. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Riyad, goed geraakt. Hij gaat voor een geplaatst schot en zo gek is dat nog niet. Wat heet, de bal gaat me net naast. Mooi getrapt hoor, die bal. Ja, die poging had een beter lot verdiend. Andrew Robertson. En de keeper slaat de bal uit zijn doel. Mkhitaryan. Serge Aurier. Oh, dit kan een kans worden. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Die steekt het hele veld over om de bal op te halen. De Bruyne speelt over, maar de actie wordt doorzien. En die wordt weggewerkt. Hij weet die paas te onderscheppen.
Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Willian. Net op tijd onderschept. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Giorgino Wijnaldum. Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne. Riyad van dichtbij de aansluitingstreffer. Goeie een. Goed verdedigd zeg, maar wat een kans laten liggen. Keita. Die paas wordt doorzien. Die komt de bal zelf maar ophalen. Duidelijk ontevreden over de aanvoer. Carvajal. Willian, wat een steekbal van Willian. Gered, maar de bal is nog niet weg. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steekt hij een stokje voor. Goed gedaan. Hij gaat de bal zelf halen en baalt zichtbaar van zijn ploeggenoten. Overtreding. Wat doet de scheidsrechter? Daar krijgt hij een gele kaart. Kaart voor hoor. Wissels aan beide kanten. Kevin De Bruyne. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Hij gaat ervoor. Een koud gunstje voor de keeper. Dan maar de bal zelf ophalen. De frustratie spat er vanaf. Wordt dit wat? Het schot wordt gestuurd door de verdediger. Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. Lacazette. Dennis. Die paas wordt onderschept. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Adama. Nou, bal kwijt. Zien of de tegenstander er wat mee kan. Alexander Arnold. Kevin De Bruyne. Pogba, Pogba. De verdediger blokkeert dat schot. Veel te onbesuist. Dat wordt een gele kaart, denk ik. Zou kunnen voorzetten. Het scheelde toch echt maar weinig. Goed opgebouwd en heel gevaarlijk. Maar de achterhoede, die was er ook nog. Er is aan de zijkant genoeg ruimte om te benutten. De Bruyne. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Nog maar 8 minuten te gaan. Pogba. Hij speelt de hele dag al goede passes. Kevin Gamero. Knap gegeven. Recht op het doel af. Een ouderwets stiftje. De keeper kan er niet bij.
Keurige bolbal. Net over de keeper en onder de lat. Mooi uitgemeten. Technisch heel goed gedaan, Evert. De wedstrijd is grotendeels gespeeld. En het lijkt me duidelijk wie zo meteen met de winst naar huis gaat. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. Zo'n stil publiek, dat hoor je niet vaak, Jori. Ja, ze hadden weinig reden om te juichen vandaag even. Oh, prachtkans. De keeper grijpt in, maar kan... Ze doen iets terug. Maar is het wat laat, Jori? Ja, het lijkt een kansloze missie. Ze redden de eer, maar meer zal het niet zijn. Die bal zit er prima in. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanvaller. Die stond op de juiste plek en maakt alsnog de goal. Mateo Kovacic. Mogelijk een goede kans hier. Laat maar, hij loopt buitenspel. Moet je toch horen. Ja, dat is frustratie hoor. En die kun je duidelijk horen in het stadion. Ze spelen echt beneden hun kunnen vandaag. En geven de tegenstander veel te veel gelegenheid om de bal rustig rond te spelen. Kevin Camero.
Dag dames en heren, welkom bij deze wedstrijd in de FUT Champions Weekend League. Ik ben Evert ten Apel en vandaag word ik vergezeld door, u heeft het al geraden, Jury Mulder. Wat, Jury, mogen we vandaag verwachten? Ik zou vooral op de bezoekers letten. Delle Alli. Ze mogen een hoekschop nemen. Ze kiezen voor de lange variant. Hij wordt onder druk gezet op eigen helft. Fabinho. Ja, voorzetten nu. Hij snijdt naar binnen. Nabil Fekir. De bedoeling was een voorzet, maar de verdediger is alert en voorkomt een mogelijk gevaarlijke situatie voor het doel. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Nabil Fekir. King. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Ellie houdt het veld prima breed en ontvangt de bal. Bal midden voor het doel. Die voorzet is te kort. Daar is voor de aanval niks mee te beginnen. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Pogba! En de keeper heeft hem zonder problemen. Hij weet die paas te onderscheppen. Jorginho en Alden. Daar komt Pogba. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Riyad Mahrez. De Bruyne. De ploeg richt zich op de corner. De Bruyne brengt de bal voor het doel. Gevaar geweken, de bal is weg. Casemiro. Pogba. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klemvast. Daar zit de tegenstander tussen. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Prima gestoken, zo lijkt het. Komt dat schot? Goeie ingreep door de keeper, hoewel de bal nog in het spel is. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Dat paasje biedt mogelijkheden. Sané. De bal wordt voor het doel gebracht. Ja, hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Er lagen genoeg kansen om toe te slaan in de omschakeling. Maar dan mag je de bal nooit zo verspelen. Alli. Hij laat zich echt niet passeren. Van Dijk. Pogba. De Bruyne. Riyad Mahrez. Kans om voor te zetten. De grensrechter steekt zijn vlag omhoog. Buitenspel, geen doelpunt dus. Riyad Mahrez. Dele Alli. Leroy Sané. Daar heb je bijna een steekbal, maar de tegenstander weet het gevaar eruit te halen. Willian. Voorgeven nu. De bal komt voor het doel. Kijken wat ze met die corner kunnen. De Bruyne kiest voor de lange variant. De doelman neemt geen enkel risico en bokst die hoekschop goed weg. Kevin de Bruyne. De poging was aardig, maar de redding van de doelman mag er ook zijn. Hij heeft de bal klemvast. Dele Alli. Die bal wordt nog net onderschept. Jorginho Wijnaldum. Riyad Mahrez. Mooi in de lont gegeven door de Bruyne.
De doelman redt, de aanval loopt door. Die bal is voor de tegenstander. Kevin de Bruyne. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Leroy Sané. Die wordt weggestuurd. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. De scheidsrechter geeft voordeel. Willian. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Wat een techniek. Een schot. Een geweldige poging. Maar een zo mogelijk nog mooiere redding, Juri. Fantastisch gekiept inderdaad. De hoekschop wordt weggebokst door de doelman. Doet hij goed. Ja, bedankt, zegt de keeper. Slordig, zegt tegen... En nu doorgaan. Keeper was kansloos. Daar is het eerste doelpunt van deze wedstrijd. En de spelers zijn door het dolle heen. En terecht. Maar ze zullen het hoofd erbij moeten houden, want ze zijn er nog niet. Kevin de Bruyne. Pogba. Willian. Slordig balverlies hoor. Dat mag je op dit niveau niet overkomen. Van Dijk. Giorgino Wijnaldum. Riyad Mahrez. Dat lijkt een prima steekpaas. Hij mist. Jonge, jongen, die had er wat mij betreft wel ingemogen van die afstand. Ja, veel grotere kansen ga je vandaag niet krijgen, Evert. Dat had de gelijkmaker moeten zijn, vrij voor de keeper. Er komen 2 minuten blessuretijd bij. Giorgino Wijnaldum. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Alexander Arnold. Was uitstekend gezien. Leroy Sané. De bal wordt voorgezet, maar de keeper zit er goed tussen. En nu heeft hij de bal te pakken. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Juri. Ja, heel goed, Evert. Het is fantastisch te spelen. Ja, en natuurlijk door die late goal van hem ziet de wedstrijd er nu totaal anders uit. Ja, wat een klap voor de... En we beginnen aan de tweede helft van deze wedstrijd in de FUT Champions Weekend League. Nou, laten we hopen dat het een spektakelstuk wordt, Evert. Giorgino Wijnaldum. De Bruyne. Hij is doorgebroken. Hij schiet. De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. Kevin De Bruyne. Daar is het schot. Doelpunt. De stand is weer gelijk. Ik ben benieuwd of ze nu door kunnen drukken. Dit doelpunt zal in ieder geval een flinke steun in de rug zijn. Leroy Sané. Ellie. Nabil Fekir. Casimiro. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Carvajal. De scheidsrechter vond het geen penalty waard, maar daar denken de supporters duidelijk anders over. Paul Pogba. Ria, die wordt vrijgespeeld in de diepte. Dat paasje biedt mogelijkheden. Met zulk aanvalsspel, ja, daar maak je de tegenstander echt niet bang mee. Fraai, goed gedaan. Mooi schot. Zo, dat zal even duren voordat hij weer aan het werk moet. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het wat oplevert. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De sliding wordt precies op tijd ingezet. Geen overtreding derhalve. Zo, die laat er geen gras over groeien. Weg met die bal. Die paas wat onderschept. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Als ze dit goed kunnen... Riyad Mahrez. Die is er vandoor.
Dit had een geplaatst afstandsschot moeten zijn, maar de uitvoering laat zeer veel te wensen over. Ja, ik snap best dat je voor je kansen gaat als er ruimte ligt, maar dit is wel een hele erge afzwaaien. Riyad Mahrez. Ellie. Prachtig staaltje voetbal. Dit was een doelpunt geweest hoor, maar de scheidsrechter fluit af wegens buitenspel. Alexander Arnold. Varane. Loep, zuivere paas, komt goed aan. Prima onderschepping daar. Giorgino Wijnaldum. De Bruyne. Paul Pogba. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. King. Lucas. Dele Alli. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. De Bruyne. Willian. Kevin De Bruyne. Daar komt Pogba. Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor. De Bruyne kiest voor de lange. Varane. Daar is het doelpunt en de voorsprong. Wat een vreugde bij die spelers. Ja, ze zijn ongelooflijk blij, want ze waren misschien toch bang dat ze het niet zouden redden. Dat was een prima doelpunt. Prima kopbal uit die corner. Die bal gaat erin. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Willian. Hij is er voorbij. Corner, een kans om de voorsprong te vergroten. De Bruyne brengt de bal voor het doel. De keeper weet een vuist achter die corner te krijgen. Het schot! Het schot wordt geblokkeerd. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. Durft hij het te proberen van deze afstand? Het muurtje gaat als één man de lucht in. En we krijgen weer een corner. De Bruyne kiest voor de lange variant. Keeper zit er wel bij, maar kan de bal niet vangen. Krijgen we dan toch nog een goal? De tijd tikt weg, Evert, en een ploeg staat... Pogba! Wat een wereldgoal. Een streep werkelijk. Ja, een fantastisch schot. Dit had ik niet verwacht, van deze afstand. Een van de mooiste doelpunten van dit seizoen, denk ik. Sala. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. De tegenstander weet de paas eruit te halen. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Leroy Sané. Die wordt vrijgespeeld in de diepte. Hij is er vandoor. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Ik kan echt... Stuurt de hele achterhoede het bos in. Willian, die zit erin.